Een goedemorgen. Ja. Vandaag is Sinterklaas jarig en die gaat, als een gekke, gaat hij weer naar huis. Dus. Ja, ik hoop dat u allemaal een leuk Sinterklaas cadeautje hebt gehad. Ik wel toevallig. Ik heb twee nieuwe halter handschoenen gehad. Voor Sinterklaas. Dus. Ik ben weer tevreden. Ik had eerst andere handschoentjes. Want het waren gewoon wielrennen handschoenen. En nu heb ik. Dat ik goed de gewichten kan meepakken. Ja, wat heb ik als ontbijtje? Ja. Ik heb een heel duur ontbijt. Want dit zijn van die broodjes. Van die van het broodje van 2,75. Dus sportmix. Nou, ja, ik heb het gisteren nagekeken. Het is maar 9 gram aan koolhydraten. Dus het is minder dan een gewoon brood. Maar ik vind het vreselijk duur. Dus. Nou, wat ga ik vandaag doen? Ik ga even mijn tuin opruimen, want het werd me gevraagd. Of tenminste mijn tuin. Leegmaken dat ze er met een stijger bij kunnen zetten. Maar zoals ik het zie, is het gewoon buiten. Het is nog, het is nu bijna 9 uur, 8:30 denk ik. 9:15, ik kan het niet zien. Ik heb ook geen horloge. Pump zit er met zijn dikke reet voor. Kijk. Hier weer met zijn dikke kont ervoor. Dus het is 9:15 ongeveer. En het is buiten nog hartstikke donker. Dus, ja, voor mij hoeft het hier niet hoor. Als het aan mij ligt, dan ga ik naar een warm land. Maar ja. Dan galen of ik ook niet. Dat was er gisteren min 14. Je zal toch buiten moeten plassen, zeg. Oh. Dat ding dat vriest eraf. Maar ja. In ieder geval, ik ga lekker eten en ontbijten en ik ga wat buikspieroefeningen doen. En als het wat lichter wordt, dan ga ik naar buiten. Er staat wel weer een windje, dus daar word ik ook een beetje moe van. Maar ja, in Engeland is er een storm en staat er 20 centimeter water, dus we mogen er niet klagen. Dan doen we dat graag. Hè? Nou, ik zou zeggen tot later. Zo, goedemiddag. Ik zal even een lichtje opdoen. Want ik zie mezelf nog maar eens. Goedemiddag. Het is weer de donkere dagen voor kerst. Ja. Ik heb vanmorgen al 18 kilometer gefietst, dus vanmiddag ga ik eens even de rotzooi, of tenminste, die bakken opzij zetten. Want ze moeten erbij met een stijgertje. Dus, gelijk wat lichamelijk. Nou, zoals ik vanmorgen zei, ik hoop dat jullie allemaal een leuke Sinterklaas hebben gehad. En ja, ik ga nou even eten. Ik heb even een lekker omeletje gemaakt met veel groente erin. Er zit ui, paprika, champignons, spek en kaas in. Dus. Even lekker. Zo. Ja, vanmorgen was het, toen ik ging fietsen, was het mooi weer. En nu is het echt, er staat weer een harde wind.
Het is niet aangenaam buigen, laat ik het zo zeggen. Nou, mijn buurman is er ook weer met zijn schuurmachine. Jezus Christus. Wat erg. Nou ja. Ik wens u, ik zie u later. Zo, goedenavond. We zijn weer aangekomen bij... Wat eten we vanavond? Nou, we eten vanavond... gevulde forel... met knoflook, sperziebonen... en pastinaakrijk. Rijst. Rijk. Ik ben rijk. Wat hebben we nodig? Voor de forel. Een forel. Een venkel. Knol. Een venkel knol. Sinaasappel. Die gaan we raspen en uitpersen. Sperziebonen. Knoflook. En de pastinaak. Dat hebben we allemaal nodig. Dus. Je hoort het sissen van de oven. Want de forel die gaat de oven in. Dus. U vindt het hele recept weer op roberswereld.nl. WordPress 2. Dus. Ik ga nu even koken. Ik ben wel even een uurtje bezig, dus nou, ik zie u later. Zo, goedenavond. Nou is mijn batterij wel goed. Gisteravond hadden we even een kleine storing. Maar ja, ik moest een beetje lachen eigenlijk vandaag. Ik kreeg iets onder mijn neus geschoven. En dan moest ik even lezen. En... het ging over de wereld draait door pop-up café, restaurant. De schrijvers zijn van beste Martijs. Ik heb mijn mond gehouden toen je naast de opstudio een pop-up restaurant ging houden. Samen met Kranenburg, weet ik veel hoe die kerel heet. In ieder geval die ik geen aardappel kan koken. Ik heb een mond gehouden toen de kritieken zeer klote waren. En dat het Parool en de Volkskranten niet in ze achter hebben gehouden. Omdat je daar vroeger hebt gewerkt. Martijs. Ik heb ook niet geklaagd toen ik daar ging eten. Dat ik voor een bordje €79 moest betalen. En voor een beetje wijn en een beetje koffie. Nogmaals €79 moest betalen. Oftewel, het hele restaurant werd afgekraakt. Het is ook na 2 dagen gesloten. Want het was niet te eten. Ja, zet er ook een kok neer die geen aardappel kan koken. Dat moet ik eerlijk toezeggen. Ik moet ook alles via een recept doen. Of dat ik uit mijn hoofd ken. Maar... deze man die kan echt niet komen. Hoe die ooit eens aan de titel chef is gekomen, weet ik niet. Ze waren dronken, denk ik. Maar ja, het gaat nog een tijdje door met die Martijn van Nieuwkerk. Die wordt helemaal de grond ingevoerd. De mensen die krijgen een hoop geld. Ja, dat zijn allemaal ja-knikkers. En nou was die mevrouw Sylvana... heel zo, ja, iedereen is racistisch hier in Nederland. Nou, zou je niet er dan op en gaan op je bananenboot zitten. Katoenplumster. Rot op. En iedereen is racistisch hier zo. Maar ondertussen loopt ze wel de hele boel uit te vreten hier. Ze is ooit eens begonnen als VJ bij MTV. En daarna hebben we nooit meer wat van de gehoord. Ja, achtergrondzangeresje bij je. Allemaal van die B-artiesten. Maar ja, dat maakt niet uit. Ik ga lekker eten. En wat heb ik vanavond als eten? Oh man, ik heb het zo lekker. Dit heb ik wel allemaal zelf bedacht. Namelijk. Een forel. Gevuld met. Nou, dan kijk ik even niet op de naam. Met venkelknol.
Ja. Ik heb pastinaak rijst. Die heb ik nat gemaakt met een sinaasappel rasp en sinaasappelsap en venkel rasp. Dan heb ik knoflookbonen. Dat zijn bonen. En die zijn eerst eventjes lekker door de knoflook al die gehaald en ook door de knoflook. Er zitten 6 teentjes knoflook in, dus ik hoef vanavond niemand de zoen te geven. En dan kook je ze bij het gaar. Als ze maar eerst even goed door de olie zijn gegaan, worden ze niet, namelijk niet zo gauw zacht. Want dat is altijd met spersiebonen, dus ze worden zo gauw zacht. Nou, ik heb weer mijn ongezouten mening gegeven. Daar blijf ik bij. Ik blijf mijn ongezouten mening geven op elke PvdA. Trouwens, de PvdA heeft weer een zetel verloren. Hey Diederik, goed gewerkt. Op naar de nul. Ik hoop het. Ik zal er ook zelf aan meewerken. Naar dat glazen huis, daar werd vanmorgen weer een oproep opgedaan op de radio. Want zondag luister ik altijd naar 3FM, omdat tot 10 uur is de kerk. Nou, ik heb niks met kerken. En dus ik had zoiets van, voor de rest heb ik even 18 kilometer gefietst. Ik heb mijn tuin eventjes die spullen weggezet, zodat ze er woensdag bij kunnen met de stijgen. En als ze er niet bij kunnen, dan zitten ze het zelf allemaal weg. Ik ben even bij Ruudje geweest. Kreeg ik een mooie geleider van en een pin. Nou, ik werd maar verwend. Maar ja, in ieder geval, ik ga naar eten en ik wens jullie een hele prettige avond. En waar ik naartoe ga kijken, weet ik niet. Echt niet. Ik weet nog wel even wat er komt. Dus, oké, doei!